vandaag ga ik beginnen weer met de andere helft van de garage. Om die op te knappen. Dat ga ik jullie besparen, want die eerste film van mij was al vrij lang. En aan die andere kant zit echt heel veel troep. Want aan de ene kant stond de auto en die kon ik er gewoon even uitrijden. Maar nu moet ik die andere kant, waar al het tuingereedschap, de dierenbenodigdheden. Daar staat gewoon heel veel troep. Dus dat moet ik allemaal op de plek van de auto zetten. En dan ga ik hem lekker schoonmaken, weer inspuiten, behandelen. En dan ga ik het morgen weer verder, want ik moet het 24 uur intrekken. Dus dat brengt mij mooie tijd om andere dingen te doen. Ik ga de bieten inmaken en vanavond lekkere bietensalade maken. Ik ga een haan, de haan die we hebben, de tweede haan van onze eigen kuikens voor het eerst. Die is geslacht, dus die ga ik vandaag bereiden in de oven met slow cooking. Dat is misschien wel leuk om te laten zien. En ik heb voor het eerst augurkjes meegenomen uit de moestuin. En die wil ik dus op zuur zetten. Dus ik zit al te studeren in mijn boekie. Even kijken of hier nog van alles in staat. En ik hoop dat het jou ook motiveert om gewoon lekker bezig te zijn. Allemaal verschillende soorten slaapkroppen meegenomen. We vinden het heerlijk om in deze periode veel sla te eten. Dan heb ik hier de tuinbonen. Pietjes. En augurkjes. Die augurken die wil ik ook nog even in zuur zetten. Verse augurken. Als ik dit ruik in de oven, dan vind ik dat zo lekker. Niet dat we elke dag vlees eten. Thuis eten we altijd één keer in de week vlees en één keer in de week vis. En dit keer is het ons eigen kuikentje, een kuikenhaantje. En ik ga hem even lekker marineren en intrekken. En dan ga ik hem slow cooking in de oven klaarmaken. Ik heb de oven op 100 graden voorverwarmd en die gaat straks naar 90 graden. En ik ga nu beginnen met de marinade. Ik kwam even niet op het juiste woord. De marinade. Het is eigenlijk heel simpel. Je pakt wat laurierblaadjes en laurierblaadjes. Ik vind het altijd zo lekker, hè? Het ruikt altijd zo lekker. Deze laurierplaatjes, dat is best leuk. Die heb ik van vrienden uit Enkhuizen. En ze hebben een huis in Portugal. En daar hebben ze dus een hele grote laurierboom. Of struik zijn het volgens mij. En nou goed, ik heb daar wat van meegekregen. Harry die is toen geweest en die had het laurier meegenomen. En daar hebben we nog steeds er 5 van. Nou, mijn keel plaagt me dan een beetje.
nog lekker vroeg in de ochtend. Lekkere tijm. Mag ook gedroogd, hè? Dit is dan niet gedroogd, maar dit komt er gewoon bij mij uit de tuin. De takjes die zijn altijd een beetje bitter, dus dat, die gebruik ik er niet voor. En als je er dan zo overheen wrijft, in tegengestelde richting, dan ben je ze zo, vallen ze er zo af. Er zitten wat bloemetjes bij, dan is dat ook niet erg, hè? Gewoon meemaken, mee eten. Allemaal smaak, allemaal beleving en sensatie. Tijm en kip, dat is echt altijd iets magisch. En citroenen, hè. Ik vind het altijd zo lekker. Ik vind kip sowieso lekker. Maar dan wel een goede kip. Die een goed leven heeft gehad. En lekker vrij heeft mogen lopen. Zodat het heerlijke smaken met zich in zich heeft. Daar doen we dan zout in, een beetje meer zout, een stuk wat peper, zelfs nog een beetje chili chili. Een beetje chili vlokjes erbij. Oh, om het lever een beetje op te spicen. Ja, dan doen we de olie bij. Waait goed hier. In Friesland waait het altijd, hè? Dit deel van Nederland. Heel open. Je kan heel ver kijken. En natuurlijk ook aan zee. Nu is het voor ons nog wel een half uurtje rijden hoor, voordat we aan zee zijn. IJsselmeer is dichterbij. Dat is wel een beetje zee, hè? Zuiderzee. Laurierblaadjes is toch nog wat vrij grof. En ik heb niet zo'n mooie kruidenmix. Waar je ze helemaal fijn in kan hakken. Maar dat geeft wel. Het haalt heel veel smaak, brengt wel heel veel smaak in de kip. Voor een hele kip kun je wel gewoon een hele citroen gebruikt hoor, maar deze zal ik toch maar gewoon even lekker maken.
maar gewoon lekker erin, hè. Lekker erin wrijven. Steeds een beetje olie met zout en wat ook blijft een beetje onder. Zo. Alles er lekker op. Even lekker inmasseren. Lekker die borstjes. Stoppen we deze erin. Daar heb ik kleine stukjes van gemaakt. Dan kan je de pootjes vastbinden om een mooi plaatje te krijgen. Mijn tante zegt altijd, er worden geen mooie schilderijen gemaakt in de buik. Dus dat maakt allemaal niks uit. Nou, heerlijk. Hij is overklaar. Nou, dan zet ik hem op 90 graden. Ik haal deze even weg. En dan steek ik hem. Zo, heb je er zin in, lief? Zeker. We gaan lekker techniek dansen of technieklessen. Single, dus dan heb ik eigenlijk niemand om vast te houden. Dat is eigenlijk al wat minder, hè? Moet je op jezelf vertrouwen, hè? Ja, nou dan ga ik gewoon mijn ogen dicht doen en dan zie ik wel of ik de grond raak. Leuk, ik heb er zin in. En morgen ook dansen in het dorpshuis. Nou, kan niet op. Goedemorgen, weer een nieuwe dag. Nou, ik heb mijn mandje weer mee. Ik ga lekker de tuin in, verse groenten halen. En daarna rijd ik gelijk door even naar de Welkoop. En om kippenvoer te halen. En het was wel leuk, want ik heb vanmorgen bij het ontbijt had ik het uitgerekend. Als ik nou kippenvoer zelf samenstel, scheelt mij dat ook geld. Want dan kan ik ook gewoon de granen en zo zelf gebruiken. Nu halen we het allemaal biologisch bij een molen weg. En dat is niet het goedkoopste. maar goed, ik dacht misschien als ik dat nou eens even slim aanpak. Dan kunnen we allemaal van hetzelfde product leven. En scheelt het voor de beurs. Dus eind goed, al goed. Ik de hele ochtend met mijn rekenmachinetje alles rekenen en kijken waar ik op uitkom. En uiteindelijk, als ik gewoon een zak kippenvoer bij de Welkoop, de biologische mix voor krieltjes koop, dan ben ik goedkoper uit. Dus, nou, lekker mijn tijd verspeeld, zeg maar. Dus ik ga snel naar de tuin, verse groenten halen. En, waar ik me heel erg op verheug, ik moet ook dus voor 10 uur thuis zijn, terug zijn, want tussen 10 en 3 komt de levering. Ik heb namelijk een nieuwe wekpan gekocht. Normaal doe ik het gewoon in een soeppan, maar nou ja, weet je, ik begin nu toch wel een beetje professioneel te worden. Maar, dus ik verdien gewoon een goede wekpan. En nou, ik heb heel erg zin om daarmee bezig te gaan. Zo, ik ga lekker bezig met de bietjes. De pan die is al onderweg, die komt denk ik met een uurtje ongeveer.
En ik heb wel nodig om die bieten te garen. Die gaar ik in de oven met foliepapier op 190 graden. En dan stop ik het in de oven voor 2 uur. En dus dan is de pan er ook wel weer en dan kan ik de volgende stappen doen. Oh ja, en dat bietenblad, daar zijn kippen dol op, tenminste onze kippen wel. Dus dat is nog even een tip. Hoef je dus niet weg te gooien. Ik was ze ook niet eens, hè. Er zit gewoon, ik haal een beetje zand eraf en ik tel ze straks toch als ze gaar zijn. Nou, de kippen die weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Ze eten het wel, maar het blad vinden ze eigenlijk lekkerder dan de gekookte bietenschillen. Maar ik dacht, ik probeer het eens. Misschien vinden ze het wel lekker. Maar ik weet wel iemand anders die er dol op is.